Welkom allemaal namens de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij in het AI-centrum, het AI Innovation Center van de Hightech Campus in Eindhoven. Voor het eerst weer met een redelijk goed gevulde zaal. En als ik aan de reacties toen de mensen binnenkwamen mag afgaan, dan is iedereen daar behoorlijk blij mee. Wie weet maken we het ook nog laat vandaag om goed bij te kunnen praten. We hebben het vandaag over het rapport HTSM in Brabant blijvend aan de top. Het Hightech Systems and Materials Sector rapport dat de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij heeft geschreven en samengesteld. Er is één citaat uit het rapport dat ik er echt graag wil uitlichten. Dat is een citaat dat voor mij echt het rapport zo typeert dat het vermelden waard is. En ik lees het voor. In Brabant kan iedere component, elke denkbare machine, ieder mogelijk geïntegreerd systeem en zelfs elke cyberphysical systeem uitgevonden, ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd, geassembleerd, op de markt gebracht, gecommercialiseerd en desnoods of op afstand onderhouden worden. Ga er maar aan staan. Dit is Brabant, dit is de HTSM-sector. Frits? Ja, dankjewel Bart. Ja, dat dekt uitstekend de lading. Met heel veel trots presenteert vanmiddag hier live vanuit de Hightech Campus de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij de verdiepende studie Hightech Systems and Materials. Een gedetailleerd overzicht van die sector. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse naar de sector in Brabant. De cijfers, maar heel belangrijk ook het verhaal achter de cijfers. Maar wat was nou de aanleiding voor deze studie? Een gedetailleerd beeld krijgen van wat hebben we in huis en wat ziet er specifiek in Brabant. Wat zijn onze kwaliteiten en kerncompetenties? Ook ten behoeve van onze internationale propositie. Hoe kunnen wij dat verder goed voor het voetlicht brengen? En deze studie dient voor ons, maar ook voor onze partners, ter ondersteuning van het investeren, ontwikkelen en internationaliseren van die sector in Brabant. Topsector HTSM, een waardevolle sector, zowel voor Nederland als voor Brabant. De sector met verreweg de grootste toegevoegde waarde van alle 9 topsectoren. 1/3 van het totaal. Een innovatieve sector. 60% van het totaal van de R&D-uitgaven wordt gedaan in de topsector HTSM. En bovendien is het een extreem grote werkgever met 600.000 banen in Nederland, waarvan 130.000 in de provincie Noord-Brabant. Inzoomend op Brabant. Totale productiewaarde van meer dan 185 miljard in Nederland en 40% hiervan in de provincie. 51% van alle patenten in de provincie en 19% van dat onderzoek wordt gedaan door die onderzoekers die afkomstig zijn uit Noord-Brabant. 23% van alle Nederlandse private R&D komt uit Zuidoost-Brabant met een totaal investeringsbedrag van 2,4 miljard in 2019. Waar zitten dan die banen? Het is gemakkelijk om te denken en te veronderstellen dat dat een grote concentratie in Brabant Zuidoost heeft. Dat is zo, maar ook in andere gebieden, neem Woensdrecht met het Hightech Maintenance op het gebied van Aerospace Centrum. Port of Moerdijk, grote economische waarde ook voor de provincie. De regio Boxmeer, Hightech Agriculture. Dus het is meer dan Eindhoven, het is meer dan Brainport alleen. En daar zijn we ook blij op en daar zijn wij trots op. Dit sluit volgens mij exact aan bij de intro die Bart gaf ten aanzien van die complete value chain. En dat is wel uniek. Wij kunnen een machine uitdenken, we kunnen hem bouwen en we kunnen hem ook nog eens blijven onderhouden. Dus dit zijn de competenties en de kwaliteiten die in deze regio aanwezig zijn. Het rapport. Wat valt dan op in het rapport? De sector levert grote bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen. Denk aan en momenteel erg relevant gezondheidszorg, maar ook de energietransitie waar we voor staan. De Brabantse cultuur van samenwerken. In alle interviews die we hebben gehouden kwam dit toch wel als rode draad naar voren. Een magic sauce, magic potion, hoe je het ook wil noemen. Misschien voortgekomen uit noodzaak, maar ja, toch de bereidheid om samen op te trekken, ook in moeilijke tijden. En dat horen wij ook van de internationale investeerders in Brabant. De kwaliteit van leven is gewoon goed. Het is fijn wonen, leven en werken in deze provincie. Ook punten
waar we het graag vanmiddag ook over hebben. Financiering van high-tech bedrijven als aandachtspunt. Van, nou, hoe kunnen we inderdaad doorgaan naar de volgende generatie? En het laatste punt, en dat is ook het eerste punt van de tafel hier vanavond. Vanmiddag blijven investeren in ons talent. En dan geef ik hem graag terug aan jou, Bart. Ja. Mooi, dat is een kernachtige samenvatting. Want het rapport zelf is, als ik het gok, een goede 2 kilo. Misschien zelfs wel iets meer. Daar zit boordevol informatie, genoeg om over te praten, maar we gaan in deze tafel inderdaad ons richten op talent, de vraag van talent. Ik stel de mensen aan tafel aan u voor. Saartje Jansen, directeur bij Summer College en verantwoordelijk voor een aantal technische opleidingen, ook bouwopleidingen, dus ja, combinatie. Ja. Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde, onder meer verantwoordelijk ook voor talent in de provincie. Klopt. Ja, Mark Hendriksen, leider, trekker van de topsector HTSM, met een verleden in alle bedrijven die je maar kunt voorstellen die iets betekenen op HTSM-gebied. mag ik dadelijk ontkennen. Ja. Maarten Steinboeg, tenslotte, ook heel veel, maar ook oprichter en directeur van de Eindhoven Engine. En natuurlijk zeer nauw verbonden aan de TU Eindhoven. Mark, als ik met jou mag beginnen. Ik noemde je net al een beetje schertsend iemand die in alle HTSM-activiteiten betrokken is geweest, maar toch wel in een groot aantal. Ja. En ook op verantwoordelijke posities. Nu verantwoordelijk vanuit misschien wel een Nederlandse blik voor de HTSM-sector vanuit de topsectoren. Ja. Kijkend naar dit rapport, is dit wat Brabant een stukje verder kan helpen? Want het zijn constateringen, maar het zijn ook aanbevelingen. Ja. Wat valt je op? Nou ja, laat ik beginnen met een compliment geven over dit rapport. Inderdaad, Frits, Henry, Ben, het is echt een fantastisch stuk werk. En daar ben ik ook heel blij mee, want het geeft echt niet alleen inderdaad een analyse, maar juist ook een aantal hele belangrijke aanbevelingen. Ja. Die gelden zeker voor Brabant, want laten we eerlijk zijn, Nederland is, vind ik altijd, wereldkampioen op het gebied van high-tech. Dat weten we zelf in Nederland nog niet altijd. Laat staan dat we het in het buitenland goed voor het voetlicht krijgen. Het gaat steeds beter, maar moet nog veel beter. Maar als je dan naar Nederland kijkt, is natuurlijk Brabant de hotspot van de high-tech industrie. We zijn natuurlijk toch ook schatplichtig aan, zeker aan Philips op dit gebied. Maar we zijn natuurlijk ontzettend mooi uitgegroeid tot een veel bredere sector op dat gebied. En het is heel goed dat met dit rapport er aandacht weer gevestigd wordt op die sector. Dat we ook landelijk daarmee kunnen zwaaien. Dat zal met het gewicht wat moeilijk zijn, maar in ieder geval digitaal. We kunnen digitaal zwaaien. Maar de aanbevelingen die erin staan, die moeten we ook echt ter harte nemen. En dus ik denk dat het voor Brabant heel belangrijk is om met die aanbevelingen aan de slag te gaan. Omdat wij hier het hart van de high-tech industrie in Nederland zijn. Ja. Maar het geldt eigenlijk ook voor heel Nederland. Want de aanbevelingen zijn daar niet veel anders. Nee, maar is er eentje die voor jou eruit springt? Of die extra is opgevallen in die aanbevelingen? De twee die we vandaag gaan behandelen, vind ik dus ook bij uitstek ook de twee waar ik me ook zelf zorgen over maak. Ja. Dus inderdaad, hoe zorgen we voor een goede financiering? Want als je kijkt naar Nederland, hebben wij heel veel start-up bedrijven. We hebben heel veel, wat dan zo mooi heet, op de lage TRL's hebben we hele goede ideeën. Maar om dat nou uit te laten groeien tot de volgende ASML wordt dan natuurlijk vaak als voorbeeld benut. Ja. Daar zijn we minder goed in. Dus ergens verliezen we het onderweg. Hebben we het risico dat in het buitenland dat men ermee vandoor gaat, om maar zo te zeggen. Ja. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Ja. En de tweede, we komen er dadelijk op wat meer op te spreken, is dat talent. Want als je kijkt hoe tekort nu al is, wat er nog aan uitstroom aan talent gaat zijn vanwege pensionering. Ja. En als je kijkt naar hoe het met de instroom in de technische studies gaat, dan is dat een zorgwekkende ontwikkeling. Dus dat is ook echt met recht een hele belangrijke aanbeveling. Ja, we hebben nog een paar mensen gelukkig aan tafel die ook misschien een oplossingsrichting al hebben. Martijn van Gruithuizen, eerst even naar de gedeputeerde. In het takenpakket van de gedeputeerde staat, en dan citeer ik ook weer even, zodat het goed is, een goed functionerende arbeidsmarkt, ook op het gebied van HTSM. Hoe goed slaagt de gedeputeerde daar op dit moment in? Dit is een uitdaging, zal ik bekennen. En niet alleen binnen HTSM, zal ik ook meteen zeggen. Ook als reflectie, wauw. Het is een bevestiging, maar juist ook wat Frits zei, een verdieping. Want je denkt snel van high-tech, punt. Dat is het. Technologie, allemaal een beetje één grote hoop. Nee, echt die verdiepende slag levert heel veel goede informatie op. Juist ook waarvoor die high-tech echt bedoeld is. Voor de maatschappelijke uitdagingen.
De ene high-tech is niet hetzelfde als de andere. Of dat het dan gaat over health of over aangevoerd. Ja. Dat is uiteindelijk vanuit mijn perspectief het belangrijkste. Maakt het ook lastig? Dat het zo divers is? Het maakt het altijd lastiger om het uit te leggen waarvoor, als je het doet. Hè. Dat merk ik ook als ik mij verantwoord naar mijn bazen, namelijk de leden van Provinciale Staten. Die zegt dan altijd, leuk Martijn, alle kengetallen, zoals ze net ook genoemd zijn. Maar wat levert het op? Wat is de impact die je maakt? Zijn er meer mensen beter geworden als je het hebt over de life science en dat? Ja, ja. Of zijn er andere oplossingen gevonden, et cetera, et cetera? Ja, ja. En dat is dan volgens mij juist het aandachtsgebied waarvoor we hier bij aan tafel zitten. Het start altijd bij het talent. Ja. Dat is die mens gedreven en gecentreerde innovaties. En daar hebben we talent voor nodig. Talent om de handen om dingen op te lossen, om dingen te maken, maar ook de slimme koppen. En dat moet in één hand gebeuren. En het sleutelwoord naar die goed functionerende arbeidsmarkt is dat we onze arbeidsproductiviteit echt gaan verhogen. Want het is echt een race tussen sectoren om het talent te werven. Hè, kijk maar even wat er allemaal gebeurt. Dan komt de zorg, dan komt het onderwijs, dan komt de HTSM, dan komt veiligheid. Elke sector vecht om een plekje. Ja. En wij hebben niet genoeg Nederlanders of Brabanders om aan al die wensen te voldoen. Dus 1, verbeteren arbeidsproductiviteit. 2, leven lang ontwikkelen. Enorm belangrijk. Dat kan de sector binnen een eigen ondernemingen al ontzettend goed pakken. Ja. Dat pakken we ook echt vanuit de provincie als belangrijkste thema leven lang ontwikkelen. En dan specifiek de digitale vaardigheden is vanuit de provincie 1 belangrijk focusgebied rondom talentontwikkeling. Ja. Gelukkig hebben we ook 2 opleiders aan tafel. Saartje Jansen, als ik bij jou mag beginnen. Ja. Ik wil de druk niet te ver opvoeren, maar van jullie moet het komen. Summer College, de handjes waar Martijn het over had. Komt dat goed? Dat is een van onze grote zorgpunten natuurlijk. Hè. Dus eigenlijk het grootste zorgpunt. Want je kunt allerlei opleidingsprogramma's hebben die aansluiten bij nieuwe technologieën. Wat natuurlijk ook een uitdaging is. Maar als je onvoldoende mensen hebt die daaraan deelnemen. Ja, dat is niet ten gunste van de sector. Van het onderwijs moet het komen, ja. Maar ik denk dat het vanuit de hele sector moet komen. Hè, dus ik zie het onderwijs niet als primair verantwoordelijk voor de instroom van studenten, leerlingen. Maar ik denk dat wij breed over het hele boeien, binden, behouden verhaal moeten zorgen dat we aan alle kanten maatregelen treffen om zeg maar die instroom op peil te houden. En het gaat dan natuurlijk niet alleen om instroom, maar ook om die duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Ja. Je zegt er is meer voor nodig dan alleen opleiden. Eigenlijk een heel systeem wat er omheen beweegt. Maar ik proef ook een beetje dat niet optimaal functioneert. Dat zou beter kunnen. Maar wat zou er dan... Ik denk dat er gewoon uitdagingen liggen in onze sector. Hè. Dat werd net al even gezegd, hè. De Brabantse samenwerking. Ik denk dat we die samenwerking ook veel meer nog zouden kunnen inzetten. En zouden kunnen benutten om juist die talenten naar ons toe te trekken. Ja. Dus ik zie daar wel kansen in. Ja. Een van de grote vraagstukken vind ik bijvoorbeeld ook van hoe kan je nou dat arbeidspotentieel spreiden? Ik krijg zoveel bedrijven die zeggen, hebben jullie mensen, want wij hebben ze niet. En op andere plekken zijn die mensen dan mogelijk wel. Ja, het komt onze keten ook niet ten goede als toeleveranciers de grote bedrijven niet meer zouden kunnen beleveren. Dus ik zoek daar wel naar nog meer samenwerking. En dat zit dan op heel veel vlakken. Hè, ik noem er nou even eentje, maar er zijn natuurlijk heel veel aspecten. En het leven lang ontwikkelen, wat Martijn net ook al noemde, speelt het mbo daar ook een rol? Om zeggen, mensen die al 20 jaar in een bepaald arbeidsproces zitten, te bijscholen, te herscholen, te omscholen? Van oudsher is zeker de technieksector binnen het mbo betrokken bij een leven lang leren. Mm-hmm. Dus wij bieden voor allerlei bedrijven allerlei trajecten aan om hun medewerkers te scholen in nieuwe vaardigheden of nieuwe ontwikkelingen die op hen afkomen. Maar ook bijvoorbeeld zij-instromers. Hè? Dus mensen die op een later tijdstip een carrière kiezen in de techniek. Ook voor die mensen proberen wij de goede opleidingsroute te
te maken. Ja. Eigenlijk vind ik dat wij in alle fasen van iemands loopbaan in de techniek passende leertrajecten moeten kunnen bieden. Wow. Ja. Dat is wel een uitdaging die je zelf stelt. Ja, dat is een uitdaging. Maar ja, die stellen ons denk ik ook met z'n allen. Ja. Zeker als je kijkt naar het rapport en de bevindingen. Ja. En welke ambities wij natuurlijk op wereldniveau eigenlijk hebben. Ja. Is dat niet alleen een uitdaging van het onderwijs. Wat we zien op de Brainport Industries Campus. Waar Summer College nadrukkelijk samenwerkt ook met het bedrijfsleven. Met een aantal high-tech voorlopers, voorbeeldbedrijven. Is dat ook een van de richtingen die voor jou dan een invulling geven hiervan? Ja, want dat is zeker een soort van learning community, een soort ecosysteem waarin je gewoon ziet dat we elkaar met elkaar aan het werken zijn, waarin je gebruik kan maken van elkaars expertise. Hè, wij zetten op dit moment nieuwe opleidingstrajecten neer, ja, wat we nooit zo zouden kunnen doen als je niet kan leunen op dat enorme netwerk. Maar nogmaals, ook daarbuiten zijn er nog heel veel dingen, denk ik, die we in gang moeten zetten om dit probleem te tackelen. Ja. Ik ga heel even naar je buurman, Maarten Steinboeg, verbonden aan de Universiteit Eindhoven en Eindhoven Engine opgezet. Ook als een plek waar op co-locatie geleerd en gewerkt wordt, wat misschien ook een voorbeeld is dat aansluit hierbij. Maar ik wil eigenlijk, je blogt ook veel en dan lees ik elke keer weer over exponentiële groei. Al die voorbeelden die je hebt, die hebben wij als mens zijn niet ingesteld op exponentiële groei. Maar zijn wij als maatschappij klaar om ook bijvoorbeeld exponentiële groei van arbeidskrachten te leveren voor de invulling daarvan? Ja, gelukkig gaat het niet zo ver ten aanzien van arbeidsmarktontwikkeling. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat de techniek weliswaar zich exponentieel ontwikkelt, rekenkracht... per hoeveelheid geld zou je kunnen zeggen, is verdubbeld elke 18 maanden nog steeds. De wet van Moore, die gaat nog door. Maar de maatschappij verandert natuurlijk niet exponentieel. We zijn wel allemaal gewend aan onze smartphone en die is echt exponentieel anders dan 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Maar wij als mensen, wij ontwikkelen ons natuurlijk gewoon gestaag lineair door, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat gezegd hebbende, ik denk dat de arbeidsmarkt in Brabant zich echt wel fors ontwikkelt en dat er best wel heel grote problemen ook aan gaan komen. Ik hoorde vorige week dat ASML voor dit jaar 5000 vacatures heeft. Wil groeien van 25.000 naar 30.000 mensen, weliswaar wereldwijd, maar toch een groot deel daarvan hier uit Brabant. Dus als je zegt, de arbeidsmarkt ontwikkelt zich, dan bedoel je de behoefte neemt. Dus er zijn heel veel vacatures die niet ingevuld kunnen worden, omdat wij te weinig mensen leveren. Ja. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we ook buiten de regio denken en dat het vestigingsklimaat... nog veel beter wordt. Want Frits zei, het is fijn om hier te wonen. Dat weten we allemaal, wij zoals we hier zitten, omdat we hier wonen. Ja. Maar de mensen die hier nog niet wonen, die weten dat niet. En Rob van Gijssel heeft dat volgens mij als eerste benoemd. He, dat elke inwoner van Amsterdam, daar wordt geloof ik €1,40 in geïnvesteerd in culturele aspecten. En bij ons is dat geloof ik 0,14 of zo. Dus een fractie daarvan. Ik denk dat vestigingsklimaat, met name voor buitenlandse kenniswerkers, ontzettend belangrijk is. Maar ook vaklui, de praktisch ingestelde denkers, zoals we er net al even bespraken. Ja, we moeten zorgen dat we attractief zijn voor heel veel mensen om naar deze regio te komen, hier in Brabant, om hier verder hun leven in te richten. Ja, uiteindelijk grijpt het allemaal in elkaar. Hè? Dus omstandigheden, gewoon ook leefomstandigheden, lopen samen met ontwikkelingstrajecten en met de behoefte aan personeel. Ja. Dus een slag dieper met jou mag gaan in die Eindhoven Engine. Ja. We hadden net over co-locatie en werken en leren bij elkaar. Ja. Wat kan dat brengen als het gaat om een gedeeltelijke oplossing van waar we het nu over hebben? Nou, het is leuk dat je dat vraagt, waar we nu hier staan op de Hightech Campus. Ik ben hier 34 jaar geleden, was dit mijn eerste Brabantse aanrakingspunt. Okay. Want ik had toen gesolliciteerd naar een functie bij het toenmalige Philips Research. En het was hier op dit terrein, één gebouw verder. Ja. Philips Research was toen heel groot, 3000 mensen. Spande eigenlijk het hele domein af van wat hier nu in dit rapport staat. Want Philips deed dat vrijwel allemaal. Ja. En het leuke was, die cultuur in de Philips Nat Lab was ontzettend open. Alle deuren stonden open. Als je iets te vragen had, dan kon je bij een collega van een ander domein, kon je dat gewoon aftappen. Multidisciplinair denken was standaard bij Philips Nat Lab. En dat missen we een beetje, want Philips Nat Lab bestaat niet meer. Philips heeft zich teruggetrokken op het healthcare domein, wat ze verder prima doen. Maar we hebben nu een ASML en een NXP, we hebben de gebouwde omgeving. Dus we hebben allemaal domeinen gekregen, mobiliteit. We hebben allemaal domeinen gekregen die wat minder met elkaar natuurlijk praten. Nou, de Eindhoven Engine is de plek waar we proberen dat samen te brengen.
waarbij we over die grenzen van de applicatiegebieden heen ja. Elkaar proberen, ja, we noemen het wel eens de georganiseerde serendipiteit. Dus de koffiezetautomaat momenten waarbij je ineens een inslag krijgt omdat je met iemand anders praat uit een ander domein, uit een andere discipline. Ja, Martijn wil daar iets op zeggen, maar ik ga heel even eerst naar een vraag uit de zaal, want die hebben we ook gevraagd om te vragen. Dus Frits, je hebt een vraag. Ja, dankjewel. Er komt een vraag binnen van Laurent de Vries, gericht aan Maarten. En die vraagt zich af, hoe kunnen we de samenwerking tussen MBO, HBO en WO een boost geven? Ja, heel leuk, Laurent. Laurent is directeur van het Summa College. Ja. Of voorzitter van de Raad van Bestuur. Ja. Voorzitter van de Raad van Bestuur. Vind ik een hele leuke vraag. Ik ben met Fons Jacobs in dat tijd hebben we eigenlijk de Automotive Campus opgezet. Zo'n 15 jaar geleden inmiddels. En ik ben ontzettend trots op het studententeam In Motion. Die bouwen daar aan een grote Formule 1 auto die helemaal autonoom en elektrisch rijdt. En dat is het enige studententeam wat ik ken wat MBO, HBO, WO studenten combineert. En ik ben daar nog steeds trots op. Ze bestaan eigenlijk al heel erg lang. Fons en ik hadden toen het idee om ook een studentenvereniging op te zetten vanuit de Automotive Campus in Helmond. Die zou bestaan uit MBO, HBO, WO studenten. Dat is ons toen niet gelukt. Maar dat is een van de manieren om die studenten bij elkaar te brengen. Maar ook de Eindhoven Engine is nu gevormd door TU Eindhoven, Fontis en TNO als een eerste stap. Ja. Maar het lijkt me ontzettend nodig en goed dat we ook Summa daarbij gaan betrekken. Zullen we gewoon afspreken? Ja, er lopen al lijntjes, dus we zijn er al mee bezig. Maar het lijkt me goed als we over een jaar hier staan, dat ik kan beloven dat dat geregeld is. Ja. Dat, daar houden we aan. Martijn? Ja, ik dacht even van, natuurlijk, 40 jaar geleden, files multidisciplinair. En dat was nog echt in de tijd van de arbeidsmarkt, waarin je, als je afstudeerde, dat je dan een mooie carrière bij één organisatie had. Inmiddels zien we dat niet meer. Mensen aan het werk, die gaan 5 jaar, 3 jaar, of die worden zelfstandig ondernemer tijdelijk, en dan kan ik dan weer terug in loondienst. Dus die arbeidsmarkt is totaal veranderd. En als je vanuit dat perspectief redeneert, dan moet je ook echt dat in goed Brabant daily urban system met elkaar ontwikkelen. Ja. Dat je overal voldoende volume hebt, dat er uitdagingen zijn voor die werknemer. En dat is denk ik belangrijk. Dat moet je ook op dat niveau van het daily urban system zien. Ja. Dat zijn we denk ik ook in Brabant. Als we die 4 grote gemeenten eens aan elkaar kijken, dan zijn we veel beter connected dan, ik noem maar de regio in het westen van het land. Dus dat kunnen we doen. En daar maken we ook stap op. Ja. Op MBO-pact werken we. Dat gaan we ook verbreden naar het hoger onderwijspact. En ook die bij elkaar te verbinden. Hè. Okay, dus dat is enorm belangrijk vanuit het perspectief talent. Ja. Mark, klopt dat? Dat wij als Brabant ons zo onderscheiden? Je hebt het blik op het hele land. Ja, ik denk dat inderdaad voor een deel waar is. Hè. Maar je hebt ook wel andere regio's, bijvoorbeeld Twente, waar dat ook in een bepaalde mate gebeurt. Dus het hangt er vanaf hoe je elkaar kent en hoe je met elkaar kan samenwerken. Ja. Maar ik wilde 1 ander punt er ook van maken, want daar lopen we toch een beetje aan voorbij wat mij betreft. Als je kijkt naar de instroom, dan daalt het aantal jongeren dat een N-profiel kiest. Ja. We hebben nog maar 6% van de meisjes dat een techniekprofiel bij het VMBO kiest. Ja. Dat is in vergelijking met andere landen extreem laag. Daar staan we geloof ik helemaal onderaan. We zijn wereldkampioen in high-tech, maar op dat gebied staan we helemaal onderaan. Ja. We hebben nog zoveel dat we te winnen hebben om echt jongeren te enthousiasmeren. De aantal jongeren dat nu technische vakken of de beta-vakken op de scholen als saai ervaart is gestegen van 35% naar 50%. Ja. Dat is toch een uitdaging. Ik ben het er mee eens, die moeten we samen oppakken. Ja. Maar als we daar niks aan doen. Ja, zeker. Maar het begrip expat puber bestaat nog niet. Maar dat is iets wat we zelf moeten aanpakken. Ja. Als totale sector, dan weet ik het wel. Ja, ik ben heel blij dat dat Mark dat inbrengt. Ik was 15 jaar geleden, ik geloof 5 jaar lang voorzitter geweest van de Stichting Techniekpromotie. Ja. En we organiseren als Stichting Techniekpromotie, hebben we jarenlang die First Lego League finale wedstrijd had georganiseerd. Het blijft ontzettend moeilijk om geld te vinden voor dat soort organisaties. En dat is omdat heel veel bedrijven toch helaas zeggen, ja, maar dat is een beetje de overheid die dat dan moet oplossen. En dat vind ik jammer. En ik vind dat de bedrijven ook best verantwoordelijkheid mogen kiezen om even iets meer budget te steken. Ja. Want ik ben het helemaal met je eens. Als je de vijver ziet met vissen, dan is er nog heel veel te vissen in onze eigen vijver. Exact. Ja, helemaal mee eens. Ik denk ook dat het echt het decennium wordt van de werknemer. Echt als je kijkt naar we hebben gisteren het rapport van de SERRE ontvangen. Je ziet daar echt wel veranderingen op die arbeidsmarkt. Ik denk dat de werknemer de komende 10 jaar echt gaat kijken van welke werkgever geeft mij de kans en de mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen. Ja. En dat ik een prettige balans werk en privé heb. Ja. Dus dat is echt ook wel een attitude en goed in het achterhoofd houden vanuit het werkgeversperspectief van hoe zorg ik dat ik echt investeer in de ontwikkeling van mijn medewerkers. Maar eigenlijk nog een slag
daarvoor, hoe wordt het ook de eeuw van de scholier? Of van de, dat niemand meer wiskunde saai vindt, want wiskunde is natuurlijk hartstikke gaaf vak, toch? Ja, nee, dat vind ik ook. Maar, bedoel, ik zie hier mensen allemaal lachen in de zaal. Dat is goed. Ja. Wij kennen het ook. Nee, maar het is, ik vind dat wel een zorgwekkende ontwikkeling. Ja, ja. En die gaat de verkeerde kant op, terwijl we juist de grotere behoefte hebben. En volgens mij ook meer investeert in promotie, toch uiteindelijk. Hè? Ook als herken ik de tekortkomen. Maar als je dus en misschien ook kijken naar het curriculum. Hè? We zijn met het mbo bezig om te kijken om het aantal, dat heet dan formeel crebo's, hè? Dus welke precieze opleiding kun je hebben, om die te reduceren. Dat het ook voor leerlingen of die op een jonge leeftijd bij het vmbo komen, ook wat breder kunnen kijken en dan pas door kunnen. Je noemde al het systeem dat toch beter ontwikkeld moet zijn, moet worden, om uiteindelijk die instroom op peil te krijgen. Ja, voor mij gaat het dus niet alleen om die werving en die instroom. Hè. Het voorbeeld wat jij net ook aangaf, daar maak ik dus in de praktijk mee. We hadden vorige week 3 keer de situatie dat studenten aangeven ontslag te nemen bij hun bedrijf, omdat ze te weinig ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. En daar vind ik, daar heb ik dan wel zorgen over. Ja. Dus het gaat ook over de leercultuur bij de bedrijven. En dat het heel druk is in die bedrijven en dat je eigenlijk door een tekort aan mensen daar veel druk op moet zetten, dat is aan de ene kant te begrijpen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat mensen die doorstroom in de techniek niet zien en dus ergens anders gaan shoppen. Nou, dan ben je nog blij als ze bij een ander bedrijf in de sector komen, maar ze kunnen ook verdwijnen. En daar heb ik wel zorgen over. Dus het zit hem en in de promotie en in de leercultuur bij bedrijven en ook het verhaal van werkzekerheid, hè, waar we natuurlijk in het verleden ook wel andere voorbeelden hebben gezien. Dus ik zou het een uitdaging vinden om onze human capital agenda uit te breiden op dat punt. Want daar hebben we natuurlijk nog niks gezegd over. Onze ambitie is dat we in de techniek zoveel mensen erbij krijgen. Dus, het lijkt me zo tegenstrijdig. Jongeren gebruiken meer technologie dan ooit. Ja. Waarschijnlijk. Ik heb het niet gemeten, maar dat kun je volgens mij wel vaststellen. Ja. Maar om dan te willen snappen hoe het werkt en te willen helpen aan de ontwikkeling van nieuwe nieuwe zaken is. Ja, en het heeft heel veel met cultuur te maken. Niet zozeer met de Brabantse cultuur als wel de Nederlandse. He, in Spanje en Roemenië, daar is de helft van de vrouwen die VWO doen, die kiezen gewoon voor een engineeringstudie, voor techniek. Ja. Dus dat zijn heel andere getallen dan die 6% die daarin geïnteresseerd zijn. En dat heeft iets met cultuur te maken. Dat begint wel op de kleuter of op de basisschool en daarna voortgezet onderwijs. Dus overal moeten we daar insteken. Ik denk dat lifelong learning verhaal van jou, Martijn, goed aansluit bij wat Saartje zegt. Die aandacht voor dat je je ontwikkelt en moet blijven ontwikkelen en daarmee kan je ook die pool alsmaar groter houden van mensen die zich actief op de arbeidsmarkt bewegen. En vanuit werkgeversperspectief beschouwd als een investering, niet als een kostenpost. Dat is het denk ik. Kijk, daarmee moeten we deze tafel alweer afsluiten, helaas. Maar de conclusie is denk ik wel dat het belang van investering van alle kanten zichzelf ook zal terugbetalen. Als iedereen dat snapt, dan komen die krachten misschien toch bij elkaar. Dank voor jullie bijdrage. Dank ook voor de toelichting vanuit dit perspectief op het rapport. En voor de eerste stappen in de richting van oplossingen. Wij gaan zometeen door naar de tweede tafel. Die gaat over financiering. Dus ik ga jullie vragen om plaats te maken voor de nieuwe gasten. Ja. En ik ga die gasten alvast voorstellen, terwijl ze aan tafel plaatsnemen. Brigitte van Dijk, CEO van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Rudy Verwij, CEO van Inkoeling. Job Nijs, Braventure, directeur, hè? Paas? Klopt. Ja, directeur. En Maarten Tobias, CEO van Dimenco. Klopt. Mooi, welkom allemaal. Dankjewel. Nou, we hebben al flink wat inspiratie opgedaan net aan de talententafel. Nu gaan we eens kijken hoe het allemaal betaald wordt. Want ook net hoorden we weer een paar keer wat signalen van er is toch ook geld nodig om dit zaakje op gang te krijgen. Brigitte, als ik met jou mag beginnen, ook een beetje gastvrouw van deze bijeenkomst. Dus fijn dat we dit kunnen doen. Ja. Als je het rapport ziet, dan is het denk ik, bestaat het eigenlijk vooral uit twee dingen. Eén, een hele indrukwekkende opsomming van datgene wat er allemaal gebeurt. Waar we net ook een paar highlights van hebben genoemd. Maar ook die aanbevelingen. Aanbevelingen in verschillende categorieën en verschillende zwaartes en dimensies.
Welke springen er voor jou als verantwoordelijke voor de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij uit? Ja, dat zijn er een aantal, Bart. Als BOM, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, het is onze missie om bij te dragen aan een sterke en duurzame economie. Nou, het is onmiskenbaar zo dat de HTSM-sector een van de belangrijkste economische pijlers is natuurlijk in Brabant, misschien zelfs wel in Nederland. Ja. Nou, om die positie te bestendigen en onze concurrentiekracht misschien nog wel te vergroten, dat is niet vanzelfsprekend. Dus daar moeten we heel alert op zijn. En wat ik dan mooi vind aan dit rapport is dat er niet alleen een kwantitatieve of kwalitatieve analyse is. En dat er inderdaad van die actiepunten in staan waar wij als stakeholders veel belang aan moeten hechten. Ja. Omdat high-tech echt bijdraagt aan de grote oplossingen voor de maatschappelijke opgave waar we als Nederland en ook als Brabant voor staan. Ja. Nou, wat mij opvalt bij die actiepunten is talent natuurlijk. Dat is net al benoemd ook in de vorige sessie. Een andere is vestigingsklimaat of leefomgeving. Niet alleen om talent naar Brabant te halen of naar Nederland, maar ook om buitenlandse bedrijven naar Brabant te halen, ook heel belangrijk. Hè, en kennis mensen te behouden ook. En mensen te behouden. Ja. En een ander element is natuurlijk de beschikbaarheid van risicokapitaal. Ja. En daar zien we wel echt een schaarste. Dus dat is wel een element wat we echt met elkaar moeten oppakken. Ja. Als je nou kijkt naar de portefeuille van de BOM, hoeveel in procenten gaat er dan naar HTSM? Dat is nog best wel even een moeilijke som. De BOM staat niet alleen voor investeren. Hè. Wij kijken ook echt naar het ontwikkelen, bouwen van ecosystemen, bedrijfsontwikkeling, investeren en dan een stuk internationalisering. Ja. Als we kijken naar onze investeringsportefeuille specifiek, is om naar bij de 62% wat we hebben geïnvesteerd in HTSM. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan batterijtechnologie, fotonica. Hè. We hebben geïnvesteerd in Effect en in smart photonics. Dus dat zijn eigenlijk type investeringen die wij doen. Wij zien ook een verschuiving dat er meer behoefte is echt in die vroege fase. Dus dat is voorbij R&D, maar wel nog in de prototyping en eigenlijk waar het product nog omgezet moet worden naar grote marktkansen. Dus echt die industrialisering van het product. En daar zien we echt veel schaarste aan risicokapitaal. Okay, we gaan dadelijk ook aan een paar mensen uit het veld vragen. Maar ik hoor ook vaak dat juist die scale-up fase zo lastig is. Dus dat de start-ups op zich nog wel die duwtjes krijgen. Maar jij zegt eigenlijk ook dat in die fase ook... Juist eigenlijk zien wij een tekort aan kapitaal in die vroege fase. En ik denk waar dat mogelijk aan kan liggen is dat enerzijds een heel hoog risicocomponent. Hè. Je moet echt niet risicoavers zijn als je hier je investeringsgeld in wil zetten. Het is zo'n vroege fase dat ook je investeringshorizon veel langer is dan gemiddeld. Ja. Dus dat haalt een aantal marktpartijen ook al weg. En een andere is ook kennis. Het gaat over high-tech. Je moet kennis hebben en begrijpen waar je in investeert. Ja. Dus dat zijn drie elementen wat mogelijk bijdraagt aan die schaarste aan kapitaal op dit specifieke segment. Eén puntje nog voor ik naar de volgende ga. De BOM zelf doet hartstikke veel, dat liet je ook al weten. 62% gaat naar HTSM, maar je kunt het niet als enige doen. Hoe zorgen jullie ervoor dat er meer partijen betrokken worden in dat investeringsspel? Als regionale ontwikkelingsmaatschappij, wij zijn specifiek voor Brabant. We werken natuurlijk samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in het land. Ja. Maar ik denk ook als publieke organisatie hebben wij ook wel een taak om natuurlijk kapitaal ook uit de markt te katalyseren. Ja. Maar ook in samenwerking weer met de overheden. Dus provincie Noord-Brabant, het ministerie van Economische Zaken. En er loopt ook een aantal initiatieven. Ik ga even naar Job Nijs, Braventure. Je mag iets uitleggen over Braventure, want dat is een relatief jonge organisatie nog. Behoeft misschien toch een paar zinnen toelichting. Maar als je dat gaat doen, meteen ook jouw rol daarbinnen. Want wat Brigitte net ook al zei, in die vroege fase is het van belang dat partijen instappen. Ik denk dat ook dat Braventure daar een rol in kan spelen. Klopt. Ja, Braventure is een samenwerkingsverband van alle hogescholen, universiteiten en de ROMS. Dus de BOM, Brainport Development, maar ook de REWIN in Breda en Bergen op Zoom. En die hebben een krachten gebundeld en gezegd, wij gaan samenwerken aan de verbetering van het start-up ecosysteem. Dus dat is in essentie wat we als Braventure doen. We werken heel intensief samen met de BOM en met de provincie. Om juist op dit onderdeel een meer generiek start-up ecosysteem te kijken. Wat kunnen en moeten we beter doen in Brabant? Ja. En als je dat meteen relateert aan het rapport van vandaag, waar ik toch ook echt even complimenten over wil geven. Enorm hoeveelheid data en de belangrijke aanbevelingen. Ja. Mijn expertise en onze aandacht gaat natuurlijk vooral naar die start-ups. En Mark Hendrik zei het al terecht. We zien gewoon dat we een fantastisch ecosysteem hier hebben. Maar als we kijken naar het aantal start-ups,
dan zouden we eigenlijk meer start-ups verwachten. En ook meer start-ups die doorgroeien naar scale-ups. Ja. Dus als we even voorbij de dingen gaan die echt heel goed zijn, en waar we op moeten voortbouwen en waar we een enorm concurrentievoordeel hebben, dan moeten we op start-up gebied echt nog een inhaalslag maken. Ligt dat aan geld? Dat ligt zeker ook aan geld. Hè. Dus wat Brigitte net al terecht zei, het is een hele ingewikkelde sector en het klassieke venture capital model is eigenlijk niet gemaakt voor als het gaat over hardware. Maar daar horen we direct een paar ondernemers over die waarschijnlijk nog veel beter dan ik kunnen vertellen. Ja. Maar het gaat ook om de geïntegreerde aanpak. Dus de broedplaatsen, de communities, hoe makkelijk kunnen start-ups elkaar vinden. Ja. En daar kunnen we heel veel leren, ook van onze internationale peers. Hm. Dus laten we kijken van, we hadden het net even in het voorgesprek over Israël. Wat gaat er in Israël wel goed? Waarom gebeurt dat niet in Eindhoven? Ja. En laten we daar naar kijken en het ambitieniveau ook omhoog gooien. Om te zorgen dat we dat een stuk beter voor elkaar krijgen. Ja. Maar er is meer dan alleen geld, denk ik. Hè? Dus het gaat echt om het systeem eromheen ook. Hoe partijen bij elkaar brengen, van elkaar laten leren. En speelt Braventure daar ook een rol als duur in? Ja, zeker. Dat is juist, het gaat om het hele pakket. Ja. En je ziet dat de TU Eindhoven neemt daar zijn eigen verantwoordelijkheid in als voorbeeld. Ja. De regio via de Brainport en de oprichting van de Gate. En provincie breed hebben we daar weer samen met de BOM zijn we aan de lat. Ja. En dan hebben we landelijk weer TechLeap. Dus het is juist heel erg het zoeken naar de schaal van waar je bepaalde zaken op moet pakken. Ja. Ik ga even naar je overbuurman Rudy voorbij. In Cooling. Zorg ervoor dat onze datacenters ook voor de toekomst gekoeld blijven worden, maar dan wel op een heel innovatieve manier. Maar dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Ja. Een idee is één ding, maar wat is er vervolgens nodig om dat in beweging te krijgen? Juist, in dat opzicht, de twee tafels vandaag zijn spot on en ook de recommendations zijn ook op die twee punten gericht, talent en financiering. Ja. Talent, mix van talent en een talent cultivation hier in de regio, in Nederland en Europa. Ja. Ik trek het over, ook Europa heeft zijn strijd. En early stage finance is moeilijk. En dat horen we ook vanuit de scale-ups, heb het ook moeilijk. Waarom denk ik dat? Omdat we hebben niet genoeg geld in de early stage. Dus je hebt het net kunnen halen. Je hebt net 1 ton, 2 ton, 3 ton. Dat is niks. We spelen met jongens Israël. Misschien dat ik hier een ton ophaal. En volgens mij is het 35% van de bedrijven kunnen dan 2 miljoen ophalen daarna. Ja. In Israël is het 80% haalt 2 miljoen op. Ja, dan is dobbelen. En als je maar blijft dobbelen, dan win je. En dat doen we niet genoeg. Ja. We kunnen wel blijven dobbelen, maar dat winnen zit er niet in. Het is lastig. Je hebt gewoon nummers nodig. Je moet gewoon genoeg dobbelen en met genoeg stenen. En als ik 1 steen krijg en de vrienden om de hoek hebben de 10, dan wordt het lastig om hoger te dobbelen dan. Hoeveel mensen bij Inkooling verwachten aan het eind van de maand een salaris van jou? Ja, we zitten nu rond de 9. En dan nog een hoop mensen omheen waarmee we samenwerken. Gelukkig niet zoveel geld kost, omdat ze ons helpen. Ja. Denk aan de bedrijven hier in de regio. Tot en met de BOM zelfs, die ons helpen met advies, maar ook echt praktische dingen, introducties wereldwijd. Ja. Dat is wat we hier kunnen leveragen. Maar we hebben ook currency nodig, energie. En dat is het geld. Ja. En dat is moeilijk om te doen. Ja. En hoe ik zou bijna zeggen, hoe kansrijk is het dat jij over een jaar zover bent dat je wel die volgende stap hebt kunnen zetten? Ja, ik heb natuurlijk heel veel geloof in en ik weet zeker dat we de volgend jaar de stap zetten. Maar de odds are against us. Ja. Ik denk, omdat we bedrijven hebben die allemaal graag mee willen helpen, omdat ze nog niet gebrand zijn aan ook de pijnlijke kant van met start-ups werken. Ja. Hier in de regio zijn we nog vrij nieuw daarin. We hebben een aantal initiatieven. Maar nu zien we, wij mogen dan met een aantal hele mooie bedrijven werken hier in de regio. En voor hun is het ook de eerste keer. Betekent wel dat we ook alle problemen krijgen van de eerste keer. Ja. Maar het betekent dat iedereen enthousiast is. En dat ik met iedereen tot de top mag en kan praten. Ja. Dat is het voordeel van de regio. Alles is nog nieuw, alles is nog mogelijk. Het nadeel is, er moeten wel centen rollen. We werken met internationale bedrijven om dat te doen. Maar je wilt natuurlijk de balans houden tussen hoeveel internationale invloeden zijn er en hoeveel geld is er voor die onderneming. Ja, en in jouw bedrijf, hoeveel nationaliteiten zijn daar? Ja, we hebben maar 2 of 3 Nederlanders op de vloer en de rest zijn internationaal. En dat is wel typisch ook, hè? Ja. En het is hartstikke leuk om te zien. We zitten al in de semiconductor-industrie. Dit is gewoon no question. Als je niet internationaal bent. Je hoort het ook mij, ik zeg elke keer Engelse dingen. Ja. Omdat, het is gewoon een internationaal bedrijf vanaf dag 1. Ja. Samen met de BOM zijn we ook, misschien binnen 3 maanden zaten we in Taiwan. Ja. Vanaf de start. Ja. En dat is denk ik wel hoe we moeten spelen, ook hier in Eindhoven.
Maarten, is dat voor jou herkenbaar? Bij Dimenco. Dimenco ken ik sinds ik een ontzettend gaaf filmpje van de SES in Las Vegas heb gezien. Ja. Over hoe 3D-beelden uit een schijnbaar normale tv komen en je gewoon kunt kijken. Het probleem is het, geloof ik, nog als je met meer mensen naar hetzelfde scherm wilt kijken. Maar op zich heb je daar vast ook wel een oplossing voor. Nee, dat gaat even duren. Maar ja, wij zijn wel erg trots dat Acer heeft net een laptop aangekondigd met onze technologie. Dus gaan de markt super. Op. Dus wij zitten een beetje in de scale-up fase. We bestaan ook iets langer. Ja. Ik herken wel heel veel wat hij zegt. We zijn heel internationaal. En ik denk dat een goed voorbeeld is, we noemen heel vaak risicokapitaal. En dat is waar het probleem gaat in Nederland. Maar we noemen niet opportunity kapitaal. Als wij praten met VC's, kijken ze naar risico's. En dat is heel logisch, maar dat is niet hoe we dingen groter gaan maken. Als je naar Amerika gaat, dan geloven ze wel dat er risico's zijn, maar ze focussen veel meer in die uplift. En ja, dan moeten wij altijd weer die hockeystikken tekenen en het is heel leuk. En dan geloven we denk ik ook altijd, waarom doen we dit? Maar we worden veel meer gedreven naar opportunities dan door risico. Ja. En dat zit wel een beetje in de Nederlandse cultuur. Ja. En dat we kijken van wat zijn de risico's en daarna pas naar de opportunities. Maar heb je die ervaring dat helpt? Want je hebt het waarschijnlijk zelf uitgeprobeerd om het opportunity kapitaal te gaan. Nou, ik ben eigenlijk getriggerd net door de risicokapitaal benaderde bewoording. Ja, okay. Dus toen dacht ik, waarom noemen we het eigenlijk geen opportunity kapitaal? Maar wat we wel zien is als wij naar Amerika gaan, en dat zeggen we ook vaak wel als we met zeg maar, andere entrepreneurs praten, dan zetten we vaak een nulletje bij de investering die we erop halen. In Nederland moeten we dat niet doen. Want in Nederland zeggen ze, we zijn niet gek geworden, doe maar gewoon, doe maar gek genoeg. Dat zit ook heel erg in de Nederlandse cultuur. En dat is, op zich is dat heel goed. Maar dat belemmert je wel heel erg in de hele financierings. Het ophalen van financiering en hoe je dingen aanpakt. Mm-hmm. Maar jullie hebben toch zeg maar, het punt bereikt nu dat de producten inderdaad een markt hebben gevonden. Ja. En die ontwikkeling, wat je net zei, fantastisch natuurlijk. Hoe is dat dan wel gelukt? Wat is daarvoor? Ja, wij zijn denk ik wel een speciaal geval, want we hebben een hele aparte route gevolgd. Maar als wij zien hoe wij geld ophalen en als we kijken naar bepaalde peers in Amerika die halen, die ongeveer hetzelfde doen als wij. Daar is één bedrijf al op 1 miljard gewaardeerd. En die zit nu eens ergens geïndesigned. Een ander bedrijf is al 100 miljoen gewaardeerd. Dus je ziet gewoon dat het speelveld heel anders is in Nederland of in Europa. Ik denk dat dat een goed punt is. Dan in Amerika. Ik denk ook dat in Amerika iedereen overgewaardeerd is. Maar dat is een andere discussie. Ja, okay. Maar het verschil is opvallend. Zeker. Ja, we hebben een vraag uit de zaal. Dag Maarten. Hoi. We kennen elkaar. Ja. Stel je even voor. Ja, Gert-Jan Vaassen, ook van de BOM. En ik heb wel wat met investeren te maken. Ja. Daar ken ik Maarten ook van. Maar ik heb een vraag aan jou. Dus ik vind het briljant, dat opportunity kapitaal. Ik kijk Brigitte ook even schuin aan. Daar kunnen we misschien wel wat mee. Mijn vraag gaat eigenlijk over van, wat had jou veel meer kunnen versnellen? Dus in termen van het opportunity kapitaal, wat was dan de opportunity? Hoeveel sneller hadden jullie kunnen gaan? Ja. Nou, ik denk dat het andersom is. Hoe kijk je naar een investering? En kijk je naar een investering van dit is het risico en wat haal ik eruit? Of kijk je naar de investering, dit is de opportunity en wat haal ik eruit? Dat is voor mij de verschil in benadering. Dus het perspectief is vanuit de investeerder en niet vanuit de ontvanger? Nou, waar de investeerder vaak, tenminste dat is mijn ervaring en misschien is dat ook maar beperkt. Maar de investeerder kijkt vaak, wat is het risico? Ik stop er geld in, wat is het risico en hoe ga ik met dat risico om? Ja. In plaats van ik stop er geld in, wat is de opportunity? Ja. En dat is een hele andere gedachte natuurlijk. Ja. Ja. Ik wil wel iets op zeggen. Ik denk, kijk, kapitaal is één. En wat ik eerder ook aangaf, er is ook kennis nodig om te begrijpen waar je inderdaad je kapitaal insteekt. Ja. En ik denk uiteindelijk ook de kracht van die HTSM-sector zit hem niet zozeer in de beschikbaarheid van kapitaal. Maar de kern zit hem in de kennis die hier beschikbaar is. Dus kennis is ontzettend belangrijk. Ja. Dus ik denk, wat ik daar straks ook aangaf, als publieke organisatie, als de BOM, zien we ook een rol dat wij kapitaal gaan katalyseren uit de markt. Want wat je nodig hebt, en dat zie je natuurlijk veel in de VS, is dat niet alleen publieke middelen, maar ook heel veel individuen, high net worth individuals, ook kapitaal inzetten om te investeren in deze sector. Ja. Nou, dat is iets wat wij ook proberen te doen. Er zijn initiatieven nu vanuit het ministerie van Economische Zaken met het Deep Tech Fund om te kijken of dat zijn op publieke gelden, om die beschikbaar te stellen. Ja. Nou, dat is kapitaal, waar wij graag de link willen leggen ook naar initiatieven vanuit de private hoek, vanuit de marktspelers, om die kennis dan met dat kapitaal te bundelen. Ja. En als wij dat zouden kunnen katalyseren, dan zie ik ook wel echt een rol voor de BOM om dat te organiseren. Dus we zijn als BOM erg betrokken bij dat Deep Tech Fund vanuit het ministerie van Economische Zaken. En we zijn nu ook aan het kijken in Brabant, maar dan ook nog met een aantal landelijke spelers, om daar katalyserend te werken, om inderdaad dat kapitaal ter beschikking te stellen. We moeten het niet hebben over gambling en cijfers, want dat is het niet. Het is natuurlijk echt een heel gestroomlijnd. Maar kun je wel deze twee ondernemers iets aangeven over wat ze kunnen verwachten, bijvoorbeeld door dat Deep Tech Fund?
Want we zeggen, het is er, maar hoezeer beweegt het dan? Omdat we hier nu staan ook, hè, zo'n rapport, dat was ook een van de aanleidingen voor de bom, om te zeggen, laten we nog eens die HTSM-sector onder de loep nemen. Ja. Het is heel erg goed, maar het is niet vanzelfsprekend dat dat dan ook maar gewoon zo doorgaat. Dus om die concurrentiekracht vast te houden, moet je het ook in de schijnwerper zetten. Nou ja, een event als deze. Ja. Maar ook samen dan met de overheid kijken van, nou, wat is er nodig? En iedereen heeft die verantwoordelijkheid om die sector natuurlijk voor Nederland leidend te houden. Ja. Deze middelen die beschikbaar komen, we hopen natuurlijk dat het geen loketfunctie wordt, maar dat je samen met die marktpartijen zorgt dat het toegeleiding krijgt naar ondernemers als deze. Ja. Maar misschien nog iets over. Ja. Oh ja, nou heel kort. Ja, ik denk op wat Rudy heel goed zegt. Het is ook een numbers game. Hè? En dit zijn fantastische rolmodellen waar we heel trots op moeten zijn. Dat moeten we koesteren. Maar we hebben er dus nog veel meer nodig. Ja. En die hebben dus ook allemaal meer geld nodig. Meer ervaring. En het duurt gewoon te lang in Nederland dat die ervaring weer terugvloeit in het ecosysteem. Ja. Dus er is te weinig beweging tussen start-up verkopen, weer een nieuwe gaan investeren. En dat duurt 15, 20 jaar. Hm. En die tijd hebben we niet. Is daar ook nog een extra focus voor nodig? Kom zo even nog op je terug. Maar is daar nog een extra focus? Want HTSM, we constateren het al eerder, is enorm breed. Heel veel sectoren vallen daar binnen. Zouden we als Brabant ons nog meer moeten focussen op een aantal pijlers binnen die HTSM-sector? Ja, dat is altijd een discussie die natuurlijk vaak, maar ik geloof heel erg dat dingen ontstaan. En natuurlijk is het feit te kennen, het DNA van deze regio, die is zo sterk. En of dat dan precies fotonica of kwantumfotonica of nanofotonica wordt, dat weet ik niet, dat weet denk ik niemand. Maar we weten wel dat die kennis hier zit en dat die hele keten hier zit. Dat is een hele belangrijke conclusie denk ik uit het rapport, dat we alles in huis hebben. Als we nu zorgen dat het beter gaat samenwerken, nog beter. Dat we niet tevreden zijn dat wij in Brabant al zo goed samenwerken. Want het kan en moet nog veel beter. En ook dat samenwerken zijn. Ga je de bruggetje slaan tussen fotonica en artificial intelligence en medische technologie. En noem ze allemaal maar op. Waardoor je. Is dat een slimmere weg dan heel extreem te kiezen? Het zijn toch toevallige ontmoetingen en dat soort dingen. Dat moeten we faciliteren. Ja. Maarten, je hebt ook eigenlijk staat het aan wat Tom net zegt. Want ik ben misschien kritisch naar risicokapitaal, opportunity kapitaal. Maar ik denk dat we hebben echt een pareltje in huis hier in Eindhoven. Ik ben ook eerst begonnen met Philips, zoals velen. En als je ziet hoeveel kennis en hoeveel kunde er is in deze omgeving. En hoeveel bereidheid is om samen te werken. Dan is dat echt uniek. We zijn redelijk een high-tech bedrijf. Maar bijna al onze suppliers zitten hier in deze omgeving. En dat kan omdat we al die kennis en kunde in huis hebben. Als ik reis veel naar Silicon Valley. En als ik dat ook zie, wat daar de ecosysteem is en hier, dan verschilt het niet zoveel. Huh. Alleen waarom zit dan een Google of een Facebook of een Apple niet in deze regio? Ja. Waarom is het dat zij wel kiezen voor een Israël? Of wel kiezen voor een, volgens mij zelfs naar de Emiraten gaan? Maar, ik denk dat waarom? Dat is eigenlijk weer de vraag die ik hier wil stellen. Want ik heb het antwoord niet. Want als ik met die partijen praat en ik zeg, hier kun je een engineer voor 70.000, 80.000 euro, en dat is nog een goed betaalde bericht hier, nemen. En daar betaal je 180.000 of $250.000. Ja. Dus ik denk dat je een gigantische opportunity hebt. Dus ik denk dat het rapport spot on is. Maar ik denk dat je daar een hele grote opportunity hebt om als regio ook te groeien. Maar een van de andere, is er iets aan te wijzen waarom die grote partijen niet hier landen? Wel, een aantal landen wel natuurlijk. Zeker wel. Ik denk dat als we kijken naar de afgelopen jaren, heel veel partijen hier wel zijn geland. En dan heb ik het niet alleen over Brabant, maar natuurlijk over Nederland. Want uiteindelijk, we staan allemaal voor dat toekomstverdienvermogen van Nederland. Ja. Nu staan we in Brabant, dus we hebben het over Brabant. Ja. Maar er zijn zeker wel landingen geweest. En ik denk wat zo aardig is aan het rapport, is we doen het heel goed. Waar ik mee begon te zeggen ook, is maar het is niet vanzelfsprekend dat het doorgaat. Ja. Nou, we hebben het gehad over talent. We hebben het nu over toch ook een call for action om natuurlijk meer risicokapitaal ter beschikking te stellen. We hebben het gehad over vestigingsklimaat. Ja, dat zijn wel de actiepunten waar we allemaal bijna een maatschappelijke noodzaak zien om daar natuurlijk aan bij te dragen. Ja. En er zullen meer partijen moeten komen die de opportunity gaan vaststellen. En of je het dan nog risicokapitaal noemt of niet, dat is er misschien een tweede. Als ze het maar vanuit die opportunity gaan doen. We moeten naar een afsluiting alweer. Ook hier hebben we weer een paar dingen geleerd. Maar vooral ook dat wat jij zegt, Brigitte, dat het kennisfundament is natuurlijk de basis van alles wat wij nu kunnen doen om door te groeien.
Nee, maar dat moet wel het een en ander gebeuren. En als ik deze tafel in ieder geval geloof, en dat doe ik graag, dan is er toch nog wel wat meer beweging nodig. En zichtbaarheid misschien naar de buitenwereld voor financiers die aanvullend op datgene wat Brom en Braventje en TechLeap en, nou, enzovoort al doen, kunnen instappen. Dank voor jullie bijdrage. We gaan elkaar vast nog vaker zien. Maar dit wordt voor de komende tijd ons handvat voor verdere actie. Ik richt me ook tot de kijkers, live of in de nastoot. Dank voor het kijken. Er zijn veel conclusies te trekken hier vandaag, maar ik zou jullie vooral willen adviseren om dit rapport, dat ook digitaal beschikbaar is, te gaan downloaden. Kijk vooral op de site van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, bom.nl, heel simpel. Daar vind je het. Niet alleen over talent en financiering, maar ook heel veel andere onderdelen van dit prachtige ecosysteem. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer en geniet van de conclusies.